ben de huidige teamleider van Solar Team Twente. Als teamleider ben ik er verantwoordelijk voor dat wij straks in Australië als één team over de finish gaan komen. Ja, ik vond het echt super tof. Het was echt heel gaaf om eindelijk ons ontwerp te kunnen laten zien aan de buitenwereld en aan onze partners. En ja, het moment op het laatst dat we met z'n allen op het podium stonden en dat onze auto eigenlijk het schaalmodel zo eraan kwam rijden, ja, dat was echt heel mooi. Ja, ik ben Dennis Wild, meteoroloog, al meer dan 25 jaar, ook weerman op nationale televisie. Weet als geen ander hoe de wereld om ons heen verandert. Ja, dit project draagt natuurlijk enorm bij om ons veel duurzamer te laten reageren in de toekomst. Met alle techniek en ontwikkeling die hiermee speelt, ja, kunnen we natuurlijk ontzettend veel mee in de toekomst. Ik ben Rob Kremingkel, ik ben elektrotechnicus van het 2019-team van Solar Team Twente. Ervaring zoals vandaag, dat is echt uniek voor een team als ons. We werken met z'n allen super hard om zo'n nieuwe auto te bouwen. En het is dan het moment dat we eindelijk bekend kunnen maken hoe die eruit gaat zien. Dus iedereen leeft er echt naartoe. En je kunt ook zien dat iedereen nu opgelucht is, dat het allemaal super verlopen is. Mijn taak binnen het Solar Team is dat ik elektrotechniek doe. Mijn studie Electrical Engineering van de universiteit sluit er ook goed bij aan. Ik ben verantwoordelijk voor het zonnepaneel. Dus de buitenkant van de auto heeft natuurlijk best veel maken met het zonnepaneel. En de vorm en hoe alle celletjes precies geschakeld gaan worden, dat is mijn verantwoordelijkheid. We'll be right back.